en welkom weer in een nieuwe video. Vandaag gaan we iets doen wat ik al heel lang geleden beloofd heb. Ik ga een roomtour of een hometour doen door mijn nieuwe appartementje. Alleen is dat appartementje niet echt nieuw meer, want ik woon hier al sinds juni. Ik heb alleen niet eerder het gevoel gehad dat het al een beetje af was. Dus sowieso nog steeds niet af. Ik denk dat dit forever een work in progress blijft. Ik voel me wel goed genoeg nu over hoe het hier uitziet om het in jullie te laten zien. Oké, laten we beginnen met het woongedeelte. Ik heb een tv-meubel, of nou ja, eigenlijk is het een nachtkastje van IKEA. Daarnaast heb ik wat tijdschriften staan. Schilderijtjes zou ik eigenlijk wel graag op willen hangen aan de muur. Maar er zijn dus totaal geen gaten in mijn muur. En ik vraag me af wat de huisbaas ervan zou vinden als ik die wel zou gaan maken. Dus voorlopig staan ze op de grond. Mijn salontafel is van Made.com. Dit is de Hooper. Ik vind hem echt super fijn. En het vloerkleed is van IKEA. 29,95. Echt een aanrader. De bank is ook van IKEA. En de kussens en het pleed is ook van IKEA. Yep. IKEA, IKEA, IKEA. Deze lamp is ook van IKEA. Verrassend. Evenals deze vakjeskast. Wauw. Nu ik het allemaal zo achter elkaar opnoem, besef ik me wel weer ontzettend goed dat ik eigenlijk veel te veel bij IKEA gekocht heb. Maar goed, bovenop de kast heb ik wat dingetjes staan. Deze zijn van de Quantum. Deze heb ik ooit een keer gekregen. Dit heeft mijn broertje ooit getekend. En ja, het is een klein beetje een rommeltje in deze kast. In de ideale wereld zou dit er iets opgeruimder uitzien. En onderaan in deze kast heb ik mijn boeken gezet. Ze zijn een klein beetje op kleur gesorteerd. Mijn boek. Mijn boek. En aan de andere kant hebben we nog meer boeken. Het is wel handig om die boeken hier onderin te zetten, want daardoor staat de kast ook wat steviger. Oké, dan komen we nu in het kantoorgedeelte. Ik heb hier mijn yogamat liggen. Ik kan hem wel heel netjes opgeruimen, maar als hij echt is opgeruimd, dan vergeet ik hem en dan doe ik helemaal nooit meer iets. Dit is mijn ringlamp. Die zorgt voor natuurlijk licht als het wat donkerder is. En dit is mijn bureautje. Die is van IKEA. Die plank was volgens mij 20 euro en die poten waren 10, 15 euro. Dus het bureautje heeft bij elkaar nog geen 50 euro gekost. Het kastje is een malmkastje van IKEA. En ik heb daar cactussen van IKEA en een aloe vera plant van IKEA op staan. Deze plant, ook van IKEA, is nep. En iedereen die langskomt, die moet altijd eventjes met zijn handen er doorheen. Hier ben ik trouwens ook ontzettend blij mee. Dit is een laptop standaard van 12 South. En deze heet de Park Slope. En ik vind hem echt super fijn. Stoeltjes zijn van, yep, Fernpact volgens mij. Fernpact. Ik heb ze al sinds mijn oude huis. Dus ik heb ze al bijna 4 jaar. De spiegel. Hallo iedereen. Is van IKEA, maar ik heb hem gekocht via Marktplaats. Hij was namelijk niet leverbaar bij IKEA en ik wilde hem heel graag hebben. En als ik iets wil, dan ga ik niet wachten totdat hij wel leverbaar is. Dus ben ik op zoek gegaan op Marktplaats en toen vond ik hem. De tafel is van Steigerhout.nu, die is op maat gemaakt. Ik heb ooit een probleempje gehad met een geurkaars. Een geurkaars was op en ik had hem niet op tijd uitgeblazen en toen spatte de glazen houder uit elkaar en toen viel het allemaal kaarsen over mijn tafel. En die vlek is het bewijs. Ik zet er meestal iets op. Deze heb ik ooit een keer in een perspakket gekregen. Ik zou echt niet weten waar die van is en er hoort fruit in te liggen. Maar zoals je ziet ligt dat er op dit moment niet. Zoltjes zijn dus van Fernpact. En dit antieke tafeltje is van mijn oma geweest. Dat is een theetafeltje. Ik heb daar een paar glazen in gezet van IKEA. Zou eigenlijk nog wat extra's erbij willen. Maar zover ben ik nog niet. Zoals ik al zei, work in progress. Het is een antieke zilveren schaaltje dat ik misschien een keer zou moeten poetsen. Dat is ook voor mijn oma. Nog een aloe vera plant. En mijn tassen. Brullenbak, heel belangrijk. Verder heb ik hier ook twee lampen hangen. En die lampen zijn ook van IKEA. Gaan we nu verder met de keuken. Een van de dingen die ik niet zo fijn vind in het huis. Want het is een beetje geel, crème-achtige kleur. En ja, ik had het leuker gevonden als het allemaal wit was. Maar nogmaals, het is een huurhuis. Dus ik kan niet zomaar met een verfkast in de weer gaan. Helaas.
Ik vind het wel heel fijn dat ik zo'n groot gasfornuis heb. En ja, heel veel kastjes. Heel veel kastjes. En de vaatwasmachine ook niet geheel onbelangrijk. Nog meer kastjes. Vriezer, koelkast. Die ga ik nu eventjes niet openmaken, want die zou wel een keertje opgeruimd kunnen worden. Dan heb je hier mijn gang. Ja, dit is mijn oude tv-meubel dat ik nog niet kwijt kan. Dus dat staat nu even hier met schoenen erop. En hier heb ik nog meer schoenen staan. Ik moet eigenlijk nog een schoenenkast hebben. Maar ik vind het heel lastig om een schoenenkast te vinden waar genoeg schoenen in kunnen. En dan heb ik hier nog een apart toilet. En dan loop je zo de andere kamer in. En die andere kamer, dat is mijn slaapkamer. Hier ben ik echt super blij mee. Mijn vorige huis was een studio, dus ik sliep in dezelfde kamer waar ik ook leefde. En dat zou niet zo erg geweest zijn als ik dan overdag het huis uit zou gaan. Maar ik werkte ook voornamelijk thuis. Dus ik zat eigenlijk gewoon de hele dag op 35 vierkante meter. En er was eigenlijk nooit een deur die ik dicht kon trekken. Dus ik ben wel heel blij dat ik in het nieuwe huis wel een aparte slaapkamer heb. Dus dat vind ik echt heel fijn. Ik had het in eerste instantie niet verwacht dat ik het zo fijn zou vinden, maar echt. Nu moet ik jullie bekennen dat deze kamer ook voornamelijk bestaat uit IKEA, IKEA en IKEA. Ik heb hier mijn mamkastje. En hier zit een groot gedeelte van mijn kleding in. Spijkerbroeken, shirtjes, hardloopleggings en korte broekjes, hardloopshirts, hardloopjasjes en hardloop-BH's, truien. En dan heb ik hier nog dingen die ik nergens anders kwijt kan. De rest van mijn kleding hangt hier aan deze rekken, die overigens ook van IKEA zijn. Ik heb een heel rek vol met zwarte kleding en dan heb ik hier nog wat kleding op kleur gesorteerd, zodat het wat rustiger oogt. Op mijn kastje heb ik een hele mooie poster van New York. Iedere ochtend als ik wakker word is het eerst dat ik zie New York. En dan denk ik, yes, over een half jaar mag ik daar de marathon weer lopen. En dan heb ik hier wat parfummetjes en dingetjes staan. Dit is trouwens mijn allereerste parfum geweest. Dit kocht mijn moeder toen ik baby was. En hier spoot ze mijn kleding mee in toen ik baby was. Hij is nu leeg. Het bed is wederom van IKEA. Evenals de plates en de lakens. En ik heb twee trapjes als nachtkastje. De orchidee is van IKEA. De cactussen zijn van IKEA. De lamp is van IKEA. De koffer is van Samsonite. Dan heb ik hier nog een hele grote kast. Volgens mij is deze van Gamma of Praxis geweest. Ik zou het eerlijk gezegd niet durven te zeggen. Hier zit eigenlijk nog wat. Ja, laat maar. Ik ga deze dicht laten. Ik denk dat het beter voor mijn reputatie is als ik die kast gewoon dicht laat. Dan heb ik hier nog een lamp van IKEA wederom. En die kun je heel leuk open en dichtmaken met balletjes. Zo is hij dicht. En zo is hij open. En doordat hij van binnen roze goud is, geeft hij best wel bijzonder licht. Als het donker is, wordt de hele kamer roze. En dan last but not least in mijn slaapkamer dit mamkastje met spiegel. Hier doe ik mijn make-up iedere dag. Ik vind het super fijn om dit kastje te hebben. Hier bovenin heb ik bijvoorbeeld al mijn make-up liggen. Ontzettend netjes georganiseerd. Nee, echt. Dit is al mijn daily essentials, dus ik kan het eigenlijk altijd wel vinden. Dan heb ik hier nog wat dingetjes, zoals mijn paspoort en zo. Ja. En dan heb ik hier mijn ondergoed en sokken en alle dingen die ik jullie nu niet ga laten zien. Dan heb ik hier heel fijn een wasmachine en een droger. En dan heb ik hier achter deze deur mijn badkamer. Ja. Ik ben niet heel goed in badkamers. Mijn vorige huis moet mijn badkamer nooit laten zien. Ik zal hem nu wel een beetje laten zien. Ik heb nu namelijk een kast voor in mijn badkamer. Die paste echt precies. Driemaal raden waar die van is. Jullie mogen niet meer raden. Hij is van IKEA. En ook mijn wasrek, wasmand en emmertjes zijn van IKEA. Serieus, wat zou ik zonder IKEA moeten? Oké, dat was het weer. Mijn appartement. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Zoals ik al zei, is het appartement een work in progress. Er zijn nog een aantal dingetjes die ik zou willen kopen. Zoals iets voor in mijn theekastje. Of misschien ook nog wel een mooie fauteuil. Ik woon hier in ieder geval super fijn. Ik heb het ontzettend naar mijn zin. Ik ben heel blij met hoe het er op dit moment uitziet. En dat is denk ik het allerbelangrijkste. Dat je je fijn voelt in je huis. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende video.